Hofterijken is een paardenfokkerij geweest, manier van spreken. Daarna is het boerderij geweest en daarna is het restaurant geworden. Wij zijn hier sinds 1986. In het wildseizoen zijn we heel gekend voor het wild. En dan in de winter zijn we ook gekend voor de Coquille Saint-Jacques. En in de zomerperiode voor de Oosterscheldekreeft. Die begint op 1 april. En na de zomer toe dus voor onze zelfgekweekte tomaten. We hebben 30 soorten, allemaal non-hybride soorten tomaten in de tuin. Van de grote troeven is, we zitten op een goede aks tussen Brussel, Gent, Aalst, Halle. We hebben een zeer ruime parking. We zijn op de buiten. Je kunt hier ontstressen, in de zomer op de terras eten. En we werken alleen maar met dagverse producten. We hebben ook een zeer ruime wijnkaart.